voordeel van zo'n tool is dat je natuurlijk heel laagdrempelig en heel makkelijk mensen kennis kan bijbrengen over de AVG en ze kunt prikkelen om daar wat mee te gaan doen. En als iemand zegt van, goh, je moet wat met privacy doen, bel eens een advocaat, dan denken de meeste mensen van, ja, advocaten zijn duur, die ga ik niet bellen. Of, joh, dat komt nog wel een keertje, ik heb er nu geen tijd voor. En als je dat doet door middel van een kleine quickscan, een kleine pitstop-achtige tool, die gratis is, dan kun je mensen dus op een heel laagdrempelig manier en ook heel eenvoudig eigenlijk toch wel prikkelen, wat kennis bijbrengen. Je kunt ze misschien zover krijgen dat ze toch wel eens een keer gaan nadenken, goh, misschien moet ik op dit vlak toch nog even met een jurist gaan schakelen. Dus ik denk dat daar wel de meerwaarde van de tool in zit. Ik denk dat heel veel mensen toch onderschatten de hoeveelheid data die ze verwerken en ook wat er allemaal bij komt kijken. En ik denk dat deze tool heel erg kan helpen bij het ervoor zorgen dat de basis in orde wordt gemaakt bij de gameontwikkelaar. Dus dan kun je denken aan inderdaad de dataminimalisatie, die ik ook zag terugkomen in jullie pitstop tool. Ik denk dat dat een goede manier is om bij gameontwikkelaars duidelijk te maken dat zij niet onnodig veel data moeten verwerken. Maar aan de hand van de tool kun je natuurlijk niet iemand zijn AVG-compliance beoordelen, omdat de tool maar op 4 onderwerpen ingaat. Het gaat in op data minimization, consent, de rechten van betrokkenen en de beveiliging van data. Maar de AVG omvat veel meer onderwerpen. Je hebt bijvoorbeeld ook het informeren van betrokkenen of het uitvoeren van een rechtmatigheidsbeoordeling. Waar ik nog wel kritiek op had, was de consent, of het onderwerp van consent in de tool. En dan vraag ik me eigenlijk af als privacyjurist, waarom neemt consent zo'n prominente rol in de tool? Want consent is een van de vele verwerkingsgrondslagen. Het is volgens de toezichthouder zelfs een restcategorie. Hè? Je pakt alleen consent op het moment dat je niet anders kunt. Dus ik denk dat in de GDPR of de pitstop tool, dat daar veel meer nadruk zou mogen liggen op de grondslagen. Hè? Want dat is een van de belangrijke punten uit de AVG. Welk grondslag gebruik je? En dan is consent is er daar één van. Dus ik zou niet consent zo centraal willen stellen, want ik denk dat je daarmee de gebruikers van de tool op het verkeerde spoor zet. En ik denk dat het heel erg kan helpen als deze tool al bewustwording creëert. En ook eigenlijk mensen aan het denken zet van, goh, wat voor data heb ik allemaal in mijn organisatie? Dan zou dat heel erg kunnen schelen in dat hele voortraject eigenlijk van de inventarisatie. En des te vollediger een klant zijn overzicht heeft, des te minder ik hoef te doen.